hier kan je echt mooi zien hoe open het is. En dit is ook echt het allergrootste weidevogelgebied van heel Nederland. Na jarenlange voorbereiding is het eindelijk zover. Vanaf nu is de polder weer een paradijs voor zeldzame weidevogels en bijzondere bloemen. Kijk, midden op Texel ligt Walenburg. Het is 500 hectare groot natuurgebied dat op het diepste punt van het eiland ligt. En dat is helemaal hersteld naar het moment dat er nog zoet en zout water in het gebied was. En dat er enorm veel vogels en bloemen zaten. Hier zie je heel mooi de oude kreek die hersteld is naar ongeveer 100 jaar terug. Nu is het nog allemaal zand. En nu moet de natuur het overnemen. De bloemen moeten zich gaan vestigen. En dan krijg je veel insecten. En dat is goed voedsel voor die kuikentjes die hier allemaal moeten groeien. Hier zie je bijvoorbeeld een stuk wat vrij kort in ons beheer is. Het is dus heel eensoortig. Eigenlijk alleen gras staat er. En hier zie je een stuk waar echt ontzettend veel mooie soorten al zitten en heel veel vogels. Hier is het echt om te doen, hè. Deze paarse bloem. Dit zijn orchideeën, die zijn in de rest van het land mega zeldzaam. En hier groeien ze echt met de honderden in het veld. Ook aan de bezoekers van het gebied is gedacht. Zo is er een fietspad, een wandelpad en zijn er diverse uitkijkpunten. We zagen net hier ook de lepelaar lopen. Je ziet toch best heel veel verschillende vogels. De wulpen en de scholhexters. Er zitten kievieten. De grutto. Turiluur barst het van. Bergeenden en de veldleeuwerikken, die hoor je eigenlijk de hele zomer lang overal in de polder. Ja, het was echt. Het is best echt heel leuk hier. En het allermooiste zou zijn als hier ooit die kempaan weer terugkomt die er vroeger gebroed heeft. Ja, dat is echt, dan gaat de champagne wel open. Maar die heeft je nog niet gezien? Nou, hij is hier wel. Dus hij is terug? Hij is nog niet terug, want hij moet broeden. Als hij broedt, dan vindt hij het hier dus zo leuk dat hij denkt van hier maak ik kans van slagen om hem voor te planten. En dan heb je echt, dan heb je wat in handen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.